Vandaag is een feestdag. Wat? De tweede kerstdag? Nee. Vandaag bestaat de Kist met Tandes kanaal officieel 5 jaar. Woe! Dus laten we terug in de tijd gaan. Oh god. Het kanaal startte onder de naam Ali 17. De eerste video was pas op 13 februari 2016 online gezet. Ik was als kind heel erg geïnspireerd door een bepaalde YouTuber genaamd Stampy Longhead. Hij speelde Minecraft met zijn vrienden en maakte er video's over. Dus ik deed dat. Maar beter. Mijn eerste video, My Crazy World. Ik toerde rond in de Minecraft wereld die al bestaat tot ik geen nieuwe wilde maken omdat, weet ik veel. Ik had geen screen recorder ofzo, dus mijn vader filmde het allemaal met zijn telefoon. Laat, SOS-eiland, zeevoelstel, en dan raak je rond daar in huis. Toen had ik eindelijk een gratis screen recorder en ging ik wat Wolfenstein spelen. Ik had nog geen benul van editen en dus moest ik halfwege video pissen en dat was fucking grappig. Oké, jongens, wacht, ik sta voor hier. Kruip je naar de wc, ben zo terug. Even doorspoelen in de video als ik weer ga bewegen. Tot zo! Op 14 november 2016 was er een doorbraak en ik kon alles doen wat ik wilde. Dat is precies wat ik dacht op die dag, want ik had een goede screen recorder en een editor gevonden voor mijn telefoon. Dus ik ging Minecraft PE video's maken en deze staan beter bekend onder de naam Minecraft hier. Side note, onthoud deze skin. Ik upload like 3 video's per dag, want ik was zo excited. By the way, weet iemand hier nog de Forgotten Character video met de Black Wither? Ja, dat is de oudste canon character van heel mijn kanaal. Toen kwam Pokémon Go uit. Ja. Hallo dames en heren, hier is Rens. Als je wacht, even aan beeld komen. Oh! Ja, dus. Op 9 december 2016 was mijn eerste collab met Krokante Games toe, als de Black Wither. Lani! Dank je voor de diamonds! Je hebt de diamond nog! Yes, ik heb de diamonds! Ja, lekker voor je! Je hebt me verslagen! Ja. Op 28 december kwam Pokébello. Woe, de serie waar ik mijn knuffels tegen elkaar ram en wat veel te luide muziek omdat mijn telefoon net zo shit was. Hey, kom, pak hem! Lievertappertje! Oké, okay, kom snel, Pokémon kopen. Hallo, mag ik Pokémon kopen? Warning. Vanaf 31 januari 2016 was de naam veranderd naar Aligaming. Yay, no one cares. Die banner was gemaakt door een vriend die ik had ontmoet op een vakantie in Italië. Ik had hem op Skype, maar ik heb geen Skype meer. En dus hij is voor altijd vergeten. Rick, als je het hoort, maak een nieuwe banner, godverdomme. Het eerste gedeelte van 2017 was meer mobile games. En toen... Opzien, ja hoor. Ik heb een nieuw kanaal gemaakt. En die heet The Awesome Noobs. Ja, ik maakte een nieuw kanaal. The Awesome Noobs. Ik spam de Boom Beach video's erop. Wow. Een video erop heeft 600 views. What the fuck? Team Catcon Gaming was erna en die was ook al gauw dood. Toen hadden we nog Gizmo's Crazy Club. En ja, het was chaos met kanalen. Maar op 13 september 2017... keerde ik terug naar het originele kanaal en veranderde de naam naar Gizmatronics. Ik zat op de middelbare school en ik had nu een MacBook met ingebouwde editing die ik nog steeds gebruik en ik had nog een extra screen recorder gedaan die ik nog steeds gebruik. En toen moest ik de creatieve jappel en binnen no time begon op 18 november 2017 Gizmo and the Book of Knowledge. De skin die ik daarin gebruikte was gebaseerd op mijn oude skin. Yup, Giz is Halo confirmed. No. Dit was het grootste keerpunt van heel het kanaal. Van shitty mobile games video's spammen naar funny meme Minecraft adventures. De rest van 2017 en een groot gedeelte van 2018 waren ik Jan Klootos in Minecraft. Toen kwam seizoen 2 en hoorden we Jappel voor het eerst. En dat is dus het probleem! 22 juni 2018. Ja, het tweede keerpunt. Ik gebruikte nu mods. Van schijterige first person poepdingen naar dit. Dat was een grote verbetering. Snel daarna volgde de Forgotten Character serie en de specials. Dat was de gouden tijd van het kanaal. Hoe heet je, jongeman? Vandaag is Dead Bush. Oh shit! Verse. Oké! Pasta la vista. Op 24 oktober 2018 was Gister de Dag geüpload, de beste uit heel de serie. Hey bitch, what the fuck? Opeens en daarna. Vanaf dat punt ging het iets slechter. Een paar vrienden hadden een Minecraft server gemaakt en ik ga er ook wel spelen. En dat vat al mijn tijd op. Ik ontwikkelde ook interesses in andere hobby's. Ik vond dat leuker dan video's maken. Dus er kwamen maar zeldzame video's uit, zoals Giz gaat op vakantie, de kerstspecial en Tonytime 30.
En vandaag de dag? Is dat nog steeds het geval? Ik heb nu meer interesses dan Minecraft video's. Ja, dit is zeker ook nog leuk, maar er zijn andere dingen die leuker zijn en kosten minder moeite of tijd. Dat betekent niet dat het kanaal dood is, want hieraan komt er zeker wat als ik zin heb. Maar anyway, dat was 5 jaar Gizmatonics aan shitty video's. Van 0 naar 73, woe! Ik wil iedereen bedanken die al sinds het begin is en iedereen die pas net nieuw is voor het kijken en genieten van Jappel die schreeuwt. Fijne feestdagen en ik zie jullie in 2021.